hebben een eerste graad opgestart 1 september van dit schooljaar, dus 2020-2021, waar spelers kunnen instromen in het Leonardo Lyceum Wilrijk. En waar voor spelers voor wie de afstand naar de school te groot is, we uiteraard ook de mogelijkheid voorzien om op internaat te gaan. We hebben daar een op dit moment al heel erg vlotte samenwerking met internaat De Spits op Linkeroever. De samenwerking met het Lyceum Topsport Wilrijk in de eerste graad geeft ons de mogelijkheid om meer en dichter bij onze spelers te komen. Aangezien ze 7 extra lesuren sport krijgen, specifieker voetbal en breedmotorische ontwikkeling, maakt dat we kinderen beter kunnen maken, dichter bij hun ontwikkeling kunnen komen en specifieker en vooral individueler kunnen gaan werken. De trainingen starten vanuit een individueel ontwikkelingsplan. Spelers kiezen zelf doelstellingen die opgemaakt worden vanuit hun competentieprofiel, waaraan we die uren individueel kunnen gaan werken. Kwaliteit, kwaliteit, buddy, sup! Dus wat moet je constant doen met je hoofdtijd? Constant, scannen, 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 links! Omdat dit dezelfde staf is die ook gewoon op de avondwerking in de club aanwezig is en de spelers hier ook begeleidt, maakt dat we de vertaling van school naar de club heel klein is en heel klein kunnen houden, zodat die ontwikkeling op individueel niveau, de focus op school en op teamniveau, de focus op de club, dat die heel nauw met elkaar verbonden is en blijft. Na de eerste graad willen spelers natuurlijk doorstromen naar een tweede graad, derde en vierde middelbaar en een derde graad, vijfde en zesde middelbaar. We hebben daar gekozen voor 2 campussen. De eerste campus is het Stedelijke Lyceum Antwerpen met 2 vestigingsplaatsen, Wilrijk en Linkeroever. De tweede campus is het Atheneum Schoteschilde. Want uiteindelijk willen we evolueren naar een opleiding waarin dat we goede wisselwerking vinden tussen enerzijds het behalen van een diploma, anderzijds het afstuderen op de Bosuil, laten we het zo noemen. En dan hebben we partners geselecteerd, tweede graad, derde graad, die een late namiddagwerking mogelijk maken, waardoor we spelers sneller bij ons hebben, we langer met hen kunnen werken en we de traditionele avondwerking kunnen vervangen door een namiddagwerking op dinsdag, woensdag en donderdag, wat uiteraard ook veel meer persoonlijk comfort creëert voor de speler en hem toelaat om een beter evenwicht te vinden tussen zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn ontwikkeling als atleet, voetballer, om hopelijk, want dat is uiteindelijk de globale doelstelling van ons allen, om hem straks door te ontwikkelen naar een profstatuut.